Welkom bij een van onze webinars voor het boek Kiezen voor Winst. In dit webinar gaan we in op hoe je inspiratie kan vinden voor het nemen van beslissingen via het bestuderen van case studies van andere bedrijven. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich heeft laten inspireren is het restaurant Next met chef Grant Eckerts, gekend en geprezen omwille van zijn moleculaire gastronomie. Chef Grant Eckerts ontwikkelde een nieuw prijsmodel door inspiratie op te doen in theater, opera en luchtvaart. Bijvoorbeeld indien u wenst te reserveren bij Next, dan dient u, net zoals in het theater, uw ticket te kopen op voorhand. Geïnspireerd door de luchtvaart zal de prijs niet enkel variëren naar gelang uw menu en gekozen wijn, maar zal de prijs eveneens afhangen van het door u gekozen tijdstip en datum. Laat ons nu even bekijken welke stappen u zelf kan ondernemen. In stap 1 analyseer je de kern van je eigen probleem en ga je op zoek naar inspiratie in situaties waarin beslissers een analoog of gelijkaardig probleem dienen op te lossen. Inspiratie kan men onder andere vinden door het lezen van kranten zoals de New York Times, de Washington Post en veel anderen. In de zoektocht naar inspiratie is het goed om het beslisprobleem met anderen te delen. Dit kan natuurlijk binnen je eigen team of bedrijf, maar uiteraard gebruik je ook je netwerk buiten het bedrijf met de vraag: ken je bedrijven die ooit voor ditzelfde probleem of dilemma stonden? Nuttige contacten hierbij zijn mensen met een soortgelijke functie of professoren op business schools. Vooral deze laatsten putten uit een ruime waaier aan case studies. En zij hebben eveneens en vaak als enige toegang tot alle details van case studies die zijn opgesteld aan toonaangevende zakenscholen zoals Harvard, ISC, IMD en Kellogg, omdat ze deze moeten kunnen inzetten in hun onderwijs. Vele business schools bieden bedrijven ook stagiairs aan uit hun MBA-programma's, die geschoold zijn in het bestuderen van vele case studies. Ook zij kunnen dus een nuttige inspiratiebron zijn. In stap 2 documenteer je de oplossing die in de inspiratiebron werd gekozen. In vergelijking met stap 1 verdiep je in stap 2 veel meer in de gelijkenissen en verschillen tussen jouw besliscontext, dus jouw probleem en oplossing, en de besliscontext van de bron. Je probeert tot in detail te achterhalen waarom de keuze van de beslisser in dit vergelijkbare geval succesvol of minder succesvol was. Het antwoord op de waarom-vraag stelt je later beter in staat oorzaak en gevolg te begrijpen en te reflecteren op de geschiktheid van dergelijke beslissing in jouw eigen context. Je kunt stap 2 ook het best zetten met een intern team aan je zijde, waarbij je ervoor zorgt dat een paar kritische mensen uit je bedrijf meekijken. De experts die in stap 1 nuttige cases op een soms oppervlakkige manier aandroegen, kunnen een goede bron zijn van diepgaandere kennis over de oplossing. Daarnaast biedt het internet je een ongelooflijke hoeveelheid informatie, wanneer je eenmaal weet waarnaar je precies op zoek bent. Dus zodra je weet dat besliscontext X van bedrijf Y lijkt op jouw context, dan vind je met Google vaak eenvoudig meer informatie. In stap 3 zet je een creatieve stap. Na soortgelijke gevallen geïdentificeerd te hebben en hun besliscontext en oplossing verder te hebben gedocumenteerd, is het nu tijd om met wat je geleerd hebt naar je eigen probleem of dilemma terug te keren. Uit elk van de case studies kun je nu de potentiële oplossingen afleiden. Je dient hiervoor de oplossing in de inspiratiebron te vertalen naar jouw eigen context. Voor een succesvolle vertaling zijn vaak aanpassingen nodig. En met elke aanpassing kun je waarschijnlijk verschillende kanten op. Een belangrijke kracht van de inspiratiefase schuilt in het verzinnen van dergelijke oplossingsvarianten. Het liefst genereer je er in deze laatste stap van de inspiratiefase zoveel mogelijk. Dus je definieert per case study niet één potentiële oplossing voor je probleem, maar zoveel als je kunt, telkens geïnspireerd op de inspiratiebron. Je kunt hierbij het best enkele creatieve brainstorm tools gebruiken. Aarzel ook niet verschillende groepen werknemers bij elkaar te brengen en hen te laten brainstormen over mogelijke oplossingen, met als inspiratiebron de door je team geïdentificeerde case studies. Hiervoor kun je een facilitator inzetten, die zowel het bedrijfsvraagstuk als de inspirerende case study toelicht. In stap 4 ga je na of de oplossing die je hebt afgeleid van de inspiratiebron je probleem daadwerkelijk oplost. Je hebt je nu erg diep ingegraven in het bedrijf dat voorheen een probleem had, vergelijkbaar met het jouwe. Ook begrijp je de oplossing die dit bedrijf hiervoor heeft geïmplementeerd perfect. Het is ondertussen niet ondenkbaar dat je zo vastzit in het voorbeeld dat je niet doorhebt dat deze bronoplossing eigenlijk geen goede oplossing is voor jouw probleem. Een verificatiestap is dan ook zinvol. Past deze oplossing wel bij ons? Lost ze het probleem eigenlijk wel op? Veroorzaakt ze andere problemen in onze organisatie? Samengevat kan je dus inspiratie vinden aan de hand van case studies door het doorlopen van 4 stappen.
1. Zoek analoog probleem. 2. Documenteer de inspiratiebron. 3. Definieer analoge oplossing. En 4. Verifieer. Laten we nu even kijken hoe het bedrijf De César Groep gebruik maakte van case studies voor het zoeken van oplossingsmogelijkheden voor een belangrijk strategisch vraagstuk. César's probleem was het volgende. Men bood klanten 2 verschillende diensten aan binnen hetzelfde bedrijf, met dezelfde organisatie en hetzelfde merk. Enerzijds time value projecten waarmee het waardevolle projectmanagement expertise aanbood aan klanten die het erg belangrijk vonden om een IT-project op tijd en binnen het vastgestelde budget klaar te hebben. Deze dienst was uniek en werd neergezet tegen een relatief hoge prijs. Anderzijds detacheerde het IT-medewerkers, César Experts, die onder regie stonden van de klant, wat door klanten werd beschouwd als commodity en dus werd aangeboden voor een relatief lage prijs. Terwijl de César Groep Time Value beschouwde als zijn bedrijfsmodel op de lange termijn, had het César Experts nodig om op korte termijn te overleven. Echter, omdat César beide diensten onder dezelfde merknaam verkocht, met hetzelfde team verkopers en met inzet van dezelfde IT'ers, gingen er toch een paar dingen mis. Zo ondersteunde de merknaam César de hoge prijspositie van het premium aanbod dat Time Value was, niet. Het verkoopteam van Time Value had niet de juiste vaardigheden en verkocht liever detachering, omdat het daar sneller omzet mee kon boeken. De inspiratiefase leidde César naar bedrijven uit andere sectoren die een soortgelijk probleem hadden en dat reeds hadden opgelost. Een van zijn voorbeelden komt uit de automarkt, waar het volumemerk Toyota op de lange termijn een positie wilde verwerven in de premiummarkt. Ze deden dat echter op fundamenteel andere wijze. Terwijl Volkswagen zijn premiumauto's zoals Touareg verkocht onder zijn eigen merknaam, zette Toyota Lexus als apart merk met een eigen dealernetwerk in de markt. De beweging van Volkswagen onder zijn eigen merk naar de luxe klasse wordt algemeen als mislukking gezien, terwijl Toyota's strategie met Lexus als een succes wordt beschouwd. Door het analyseren van het succes van Toyota met Lexus en het falen van Volkswagen, concludeerde César dat het vergaren van een premiumpositie alleen mogelijk was door het hanteren van aparte merken en aparte dealerships. Op basis van diverse cases, waaronder Toyota Lexus, leidde César een aantal potentiële oplossingen voor het eigen probleem af. Deze hadden 2 dingen gemeen. Ten eerste moesten beide diensten een afzonderlijke merknaam krijgen. Ten tweede moesten beide diensten verkocht worden door een ander verkoopteam. Tot slot ging César na of deze oplossingen het probleem oplossen. Afzonderlijke merknamen zouden het voor Time Value, dat uiteindelijk garanties zou gaan heten, mogelijk maken zich nog beter te onderscheiden van concurrenten en een echte premiumpositie op te eisen, wat ook lukte. Een onafhankelijke positie in de structuur van de groep zou garanties evenzeer in staat stellen zijn vleugels verder uit te slaan en te groeien, wat het ook effectief deed. De onduidelijkheid in de organisatie en de verwarring op de markt door het opereren onder dezelfde merknaam met hetzelfde team verdween. Samengevat vond César in Toyota een bedrijf met een soortgelijk probleem. De oplossing van Toyota, namelijk het introduceren van het nieuw merk Lexus, bleek succesvol. Hieruit leidde César af dat de oplossing voor haar probleem het introduceren van 2 merken en 2 verkoopteams was. Dit loste het probleem van César uiteindelijk ook effectief op. Dank u voor uw aandacht. Wij hopen dat dit webinar u inspiratie geeft voor het nemen van beslissingen binnen uw eigen bedrijf.